Breda Nu. Je weet het meteen. ...14 jaar gemeenteraad. En nu? Ja, nu even niks. Ja, het is een beetje raar. Een beetje meteen al missen eigenlijk wel. Ja? Ja. En jij moet een map, dossiers hebben en alles. Wat ga je daarmee doen? Nou, ik ben al lang geleden begonnen met opruimen. Want het is al jaren dat ik denk, nou, sommige dingen zijn leuk om te bewaren. Vooral van projecten waar je heel lang bij betrokken bent. Dus die heb ik allemaal nog. Maar heel veel dingen kun je ook digitaal tegenwoordig. Dus ik kan altijd nog, als ik heimwee krijg in Amsterdam, kan ik alles googlen. Waar ben je het meeste trots op van de afgelopen 14 jaar gemeenteraad Breda? Waar ben ik het meest trots op? Het zijn natuurlijk allemaal, ja, de poppen nou meteen weer 25 dingen op. Dus het echt meest belangrijke. Wat ik het meest leuke wel vond en belangrijk was met mensen toch wel samenwerken. Want mensen maken de stad en die energie zeg maar omzetten in iets goeds. En leuke dingen, mooie dingen. Het station, natuurlijk de bioscoop, Breedpark. Ja, en dan nu? Ben je bang voor het grote gat? Nee, ik heb zoveel dingen die ik eigenlijk niet heb kunnen doen al die tijd. Dat ik nu, ik ga eens een keer naar een voorstelling of naar een museum of zo. Dat, ja. Bijna nooit meer kunnen doen, dus daar ga ik eens van genieten. Ik heb natuurlijk een nieuw huis en dan, ja, dat kost ook even tijd. En gaan we je nog wel zien in Breda? Absoluut. Blijf betrokken bij een aantal organisaties, blijf lid van een aantal clubjes. Dus ik ga niet meer natuurlijk elke keer komen als er iets is, maar ik blijf zeker nog komen. Nou, ontzettend veel succes en veel plezier in Amsterdam en tot snel. Tot snel. Doeg. Adoe.